Vanavond is het eindelijk zover. We hebben zo lang op moeten wachten. Maar vanavond om 7 uur hier op GamesNet. Tenminste, vooral bij ons wordt die aangekondigd. De Xbox 720. Op het Microsoft Compound in Seattle gaan ze het eindelijk laten zien. De nieuwe generatie spelcomputers. PlayStation 4 is aangekondigd. Vanavond Xbox 720. En Richard en ik, Xbox Boys in hart en nieren. We hebben er echt veel te lang op gewacht. Ja, het is 8 jaar geleden. 8 jaar, man. En toen was het een hele grote stap. We gingen we gingen van de Xbox 1 naar de Xbox 360 en van de PlayStation 2 naar de PlayStation 3. Dat was een hele grote stap. Ja, maar je ging SD naar HD. Ja. En nu wordt het wel een waarschijnlijk wat kleinere stap qua graphics. Wat raar is, want het is langer dan ooit hebben we opgewacht. Ik kom uit de tijd, Ries, dat je gewoon de SNES had. Wacht je 5 jaar, N64, GameCube, Wii. Dat was gewoon altijd 5 jaar, ja, eigenlijk. Ja. Nou gewoon 8 jaar zonder. En ik moet zeggen, ik ben blij dat er weer een nieuwe generatie voor de deur staat. Want dat geeft een beetje elan aan alles en iedereen. Ja, ik had het in het begin, een jaar geleden had ik het nog niet echt. Ik dacht van, nou, ik vind het wel prima. Maar nu het er eenmaal aan zit te komen, krijg ik toch die kribbels in mijn buik. Van dat ik echt heel veel zin heb in die nieuwe consoles. Omdat ook gewoon de mogelijkheid biedt voor heel veel nieuwe features. Ja, en dat is denk ik waar deze generatie zich op moet gaan richten. Niet alleen op de graphics, maar juist ook om nog meer mainstreamer te maken. Om nog bredere installbase te krijgen qua features. Ja, ja, maar het wordt wel gaaf als de kleine stap ooit, denk ik. Ja, dat wel, ja. Want je merkt ook aan game releases, bijvoorbeeld Watch Dogs en Assassin's Creed, Call of Duty, ze komen allemaal op huidige generatie en volgende generatie. Terwijl toen we naar de Xbox 360 gingen, kon dat niet eens. Want ze moesten gewoon echt stoppen bij de Xbox, want daarna werd alles HD. Dat was gewoon te groot verschil. Ja, nu krijg je echt een soort overgangsperiode van games als Call of Duty die gewoon op beide generaties komen. Wordt voor ons trouwens heel belangrijk. Want wij moeten al die games dubbel gaan reviewen. Ja, omdat, misschien wel, ja. Battlefield 4 en Watch Dogs hebben alleen nog maar een Next Gen gezien. Terwijl iedereen die nu een Xbox 360 heeft, die is natuurlijk in de aap gelogeerd. Want die krijgen niet die mooie beelden. Ja. En ik vraag me af hoe lang ze ermee doorgaan. Want aan de ene kant wil je dat je gebruikers toch naar de nieuwe generatie gaan. Aan de andere kant wil je dat je games toch goed blijven verdienen. Dus dat je op beide generaties ze nog aanbiedt. Ja. Dus dat is een moeilijke grens wanneer ze zeggen, nou blijven we alleen nog maar overgaan op de nieuwe generatie. Maar bij de vorige Xbox was de Xbox een maand nadat de Xbox 360 verscheen was weg. Dat was echt super snel. Was gewoon niet meer aan te vinden. Dat is gewoon uit het schap gehaald. Ries, wat gaat die heten? Ik hoop op Xbox 720. Nou, de Xbox 720 is dus een beetje de naam die wij als game community eraan hebben gegeven. Wat raar is, want waarom heet het niet Xbox 361? 361? Ja, backt wel lekker, hè? Ja. Hoe gaat die heten, denk je? Nou ja, er zijn dus verschillende geruchten. Ze kunnen de Apple kant op gaan van de nieuwe Xbox of gewoon Xbox. Wat misschien logisch is, omdat hoe noem ik mijn Xbox? Ik noem het niet de Xbox 360, ik ga lekker gamen op mijn Xbox. En de oude Xbox, dat zwarte apparaat of dat doorzichtige apparaat, zijn we toch vergeten. Ja, dat staat daar in de vitrinekast. Ja, mooi hè? We hebben hem nog wel, ja, dat klopt. Ja. Ja. Het is codename Durango, dus Durango heb je voorbij zien komen, maar zo gaat hij niet heten. Dat zou ook raar zijn, je gaat niet in één keer van die Xbox lijn af. Wat ik zelf wel een mooie naam vind, die volgens de geruchten doorgaat, is de Xbox Infinity. Het zal best mooi zijn, Xbox, Xbox 360, Xbox Infinity. Wow. Laatste stap. In de lijn der verwachting, het zou het kunnen. Of ze hebben het over de Xbox Fusion, wat ik niet helemaal snap. Hij fuseert met? Met de PlayStation. Nee. Dat zou gebeuren. Dus ik hoop, ik vind Xbox Infinity wel mooi, ja, of gewoon Xbox. Ik denk dat het gewoon Xbox wordt. Dat denk ik. Of Xbox Kinect. Ook, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik blijf wel een beetje, misschien ook wel Xbox Infinity, dat ze dat wel, want er schijnt ook al een logo van uitgelekt te zijn. Echt? Oh, dat ergens op die tent gaat geplakt worden die daar nu staat. Oké. Okay. Dus we zullen zien. Ze doen het in een tentje. Ja, ze doen het in een tent, ja, een hele grote tent. Leuk. Er zijn nog meer geruchten, we gaan ze allemaal even langs. Er zijn namelijk geruchten dat er verschillende soorten apparaten komen. En dit wordt allemaal heel verwarrend, kut. Dit wordt allemaal heel verwarrend, want het betekent namelijk dat er twee versies van de Xbox 720 gaan komen en misschien nog een versie van de Xbox 360. Nou, het is sowieso een heel, of een add-on. Het is sowieso een heel verwarrend verhaal. Probeer inderdaad. Het duidelijk. Laten we sowieso beginnen met de Xbox. We denken dat het ook een soort set-topbox wordt. Dus in Amerikaans is dat een DVR, maar hij gaat integreren met je tv-zenders. Je stopt je tv erin en je krijgt een soort overlay. Helemaal. Ja, helemaal erin. Je stopt gewoon de tv erin. Gewoon in. Ja, dat is mooi apparaat. Net zoals als de Popcorn Hour of Google TV. Je krijgt een soort overlay over je tv heen waar de Xbox voor informatie verzorgt. Dus alle Twitterberichten en alle tv-gidsen en zo. Vet. Dus dat, maar vooral in Amerika is dat wel iets waar ze op willen richten.
Ik weet niet hoe ver dat gaat werken in Nederland. Het gaat 3 jaar later gebeuren. Ja, dat is altijd een beetje het probleem. Maar in ieder geval, dat hebben we dus. Ze denken dat het een set-topbox gaat worden. Nou, dan krijg je een grote volwassen versie, hè, de echte Xbox. Daarnaast gaan er nog geruchten over een Xbox Mini. Dat kan 2 kanten op gaan. Of het wordt een soort add-on die de backwards compatibility gaat verzorgen. Wat daarvan waar is, geen idee. Dat betekent dus dat je een tweede apparaat moet kopen om je oude Xbox 360 spellen te kunnen spelen. Ja, nou, je zei het al, een soort HD-DVD-speler. Die voor de 360 er was. Zo succes, Microsoft. Ja. Ik denk dat ze er echt 10 van hebben verkocht. Ja. Of het wordt een soort Xbox, een dumbed-down Xbox 720. Dat betekent dat het wel die set-top-box wordt, maar dan echt voor de families. Die je echt in je woonkamer zetten. Jouw ouders zetten hem in je woonkamer. Geen Blu-ray spelen. Je kan geen games op spelen. Je kan er alleen Xbox Live Arcade games op spelen. Oh, je meent het? Oké. Okay. Ja. Dat is een gerucht, hè? Je kan er dus je tv-functionaliteit mee doen, maar je kan je ook bijvoorbeeld je apps zoals Internet Explorer en Netflix in Amerika, wat hopelijk ook hierheen komt. Pathé thuis kan je gebruiken. Nou, dat soort YouTube, dat zijn best leuke dingen. En als dat ding bijvoorbeeld 100 euro kost, dan kan die heel erg met die dingen als Google TV gaan concurreren. En dat is wel... Microsoft heeft nog niet zoiets. En je ziet dat alle... Sony gaat die kant op met set-topboxen. Google gaat die kant op. Microsoft wil natuurlijk ook wel die kant op. Ik koop toch de hardcore versie. Ja, en dan hebben we nog een soort derde ding. Dat is de Project Stingray. Klinkt heel, heel interessant. Maar dat enige wat dat zou kunnen zijn is een soort Xbox 360 Mini. Voor 100 euro, 150 euro. Xbox is het klein... Een soort overgangsfase van, hè, al koop je een 720 en wil je de oude games nog spelen. Ja, op de slaapkamer. Als er geen backwards compatibility is, of inderdaad voor op de slaapkamer. Of je vindt de Xbox 720 te duur. Een soort kleine versie van de Xbox voor 150 euro. We zullen zien wat daarvan waar is. Oké, we hebben de volgende. Het waren heel veel geruchten. Ik pak ze er even bij, want op papier pakt u. Namelijk de gerucht dat de Xbox 720, en ik wil het heel kort behandelen, always online zou moeten zijn. Daar zijn net zoveel geluiden dat het waar is, als geluiden dat het niet waar is. We weten het eigenlijk niet, maar dat is eigenlijk waar de grootste hijs over is geweest binnen de game-industrie. Want ja, moet je altijd online zijn om je games te spelen? We kennen natuurlijk van SimCity en van wel meerdere games. Dat is natuurlijk niet wenselijk, want je wil ook gewoon als het alle internet uitvalt op de wereld en er is... Apocalypse en anarchie, wil ik wel gewoon LMW spelen. Op LAN games, ja. of bijvoorbeeld in landen waar het internet wat minder groot is, is dat toch belangrijk. Ja. Maar ja, het inderdaad de geruchten aan beide kanten op. Je kan zeggen ze willen het wel, omdat de set-topbox bijvoorbeeld internet nodig hebt. Of ze zeggen dat de spaakfunctionaliteit van Kinect 2.0 nodig schijnt te hebben. Maar dat het alleen daarop richt. Dat het voor de rest, je kan nog wel je single-player games gewoon spelen zonder internet. Of ze willen juist die hele tweedehandsmarkt en illegaliteit gaan stoppen door het always-on-beleid. Laatste gerucht is overigens beslissing altijd online opnieuw Xbox aan de ontwikkelaar. Maar goed, we gaan het horen. Dat allemaal vanavond. Hey, komen we bij de volgende. De controller. We hebben er hier een paar liggen. Ja. Dat is gewoon een fijn ding. Dat is eigenlijk waar de meeste Xbox bezitters het meest trots op zijn, naast de Xbox Live, is de controller. Daar is over het algemeen nogal veel tevredenheid over. Ja, ik hoor zelfs PlayStation gebruikers die zeggen dat ze toch stiekem wel de PlayStation controller, of de Xbox controller, fijner vinden dan de PlayStation. Zeg ze tegen mij niet hardop. Nee? Nee, durven ze niet. Dan moet je doorvragen. Oh. Maar gaan ze namelijk ook zitten huilen. Ik heb toch wel... Maar ze gaan weinig veranderen, denken we. Nou, ik denk de D-pad, dat ze die wel iets... maar ze hebben al een nieuwe controller gemaakt met zo'n draai-D-pad. Die kan je erin dus doen. Ze zijn trouwens aan het spelen. Ja. Continu mee te pielen. Ik heb er geen. Die werkt trouwens wel goed, dus misschien dat ze die kant op gaan. Geruchten gaan dat er een soort nieuwe wireless in zit. Dus dat de oude controllers niet bruikbaar zijn op de 720 en andersom. Mm-hmm. Nou, aan de ene kant heb je nog wel eens last van dat die controllers uitvallen. Dus misschien dat ze iets met Bluetooth gaan doen of sterkere wifi chip of iets in die trant. Dat zal niet verkeerd zijn. Aan de andere kant is het wel jammer dat je nieuwe controllers... Maar ja, ook een goede verkooptruc natuurlijk om weer de controllers over te maken. En een betere batterij. Ja. En dat willen wij graag, want dan gaat iets te kort. Ja, geruchten gaan niet van 16% beter. 16%? Ja, dat weten ze dan al. Waarom niet 15 of 17? Dat is zo moeilijk berekenen. Als je 16 kan doen, waarom zou je dan 15 doen? Dat is dan... Maar waarom doen ze dan 17? Net even, even een uurtje lang op werk. Even net even een uurtje overwerken hebben we die procenten. Hoppakee. Kinect, punt 5.
We hebben de nee, hè? We gaan lang door. Connect komt terug waarschijnlijk, maar dan beter, better, groter en wij hopen meer voor ons. Ja. Volk. Ja, want het is nu... Nederlanders, maar naar ons hardcore gamevolk. Het is nu vooral lekker blij springen voor je console en dieren aaien. Ja. En het is nog weinig. Je hebt in Mass Effect 3 bijvoorbeeld wel dat je je stemcommando's kan gebruiken. Maar ik moet dan toch 3 keer schreeuwen en dan verstaat hij het nog niet. De rug eraan dat hij zelfs je oogbewegingen kan zien, ja. Nieuwe Kinect. Hij kan je vingers tellen, hij kan je oogbewegingen zien. En dan zie ik wel echt mogelijkheden voor ook, bijvoorbeeld in Mass Effect, dat ik zo kan doen. Dat er dan 2 teammaten die kant op gaan. En dat lijkt me wel heel tof, dat je die integratie krijgt. Ja. Ja, mij ook eigenlijk. En ja, en het is natuurlijk sowieso, Microsoft wil ook weer de mainstream kant op. Ja, en dus de kindjes lekker met z'n vieren voor de tv springen. En ze zeggen ook dat die dus 4 mensen tegelijk kan gaan volgen. Ik heb een leuk feitje, want 1 op de 3 Xbox heeft inmiddels Kinect. Dat is ongelooflijk veel. Dat Kinect is enorm succesvol. 30% van de mensen die de Xbox heeft een Kinect gekocht. En dat is niet bij launch. Die hebben dus later nog een Kinect gekocht. Maar als ik nu eenmaal kijk hoeveel games er nou echt voor zijn die interessant vinden op Kinect. Ik heb er ook een en ik doe er... Ja, er zijn een paar leuke Xbox Live Arcade games. Maar daar blijft het wel. Ik heb hem niet achter neergezet. Maar ik gebruik hem ook niet. Nou, heel af en toe, maar hij heel weinig. Hij komt wel ongetwijfeld terug. Vooral juist vanwege dat succes. En we hopen gewoon... Bigger, better en awesome. Ja, en het schijnt een soort. Hij komt nu standaard mee met je console. Dat denken we. Ja. En dat is best wel logisch, omdat je dan ook echt zeker weet dat iedereen dat ding hebt. Ik weet niet of je het in je kamer kan gebruiken, maar ontwikkelaars kunnen er dan zich gewoon meer op gaan richten.